Yes, dames en heren, en weer een nieuw onderwerp. En dit onderwerp gaat over ogen. Vraag 19, 20, 21 en 22 gaat hierover. Een onderwerp zonder enige introductie. Een plaatje van een oog. Laten we dan maar gaan kijken naar de vraag. Er zijn drie hoofdkleuren voor ogen: bruin, blauw en groen. In totaal leven er ongeveer 7,5 miljard mensen op de wereld, waarvan 8% blauwe ogen heeft. Bereken het aantal mensen op de wereld dat blauwe ogen heeft en schrijf je berekening op. Nou, dat is vraag 19. Laten we even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Als eerste 7,5 miljard. 7,5 miljard. Als we dat zouden uitschrijven, hoe doen we dat dan? Miljard is een 1 met 9 nullen. Nou, als je 7,5 miljard hebt, wil dat zeggen 7 met weer 9 nullen. Maar we hebben die 5 al. Dus 7, 5 en nog maar 8 nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En om de 3 nullen zetten we even een puntje neer, zodat we hem makkelijk kunnen aflezen. Dus 7,5 miljard. Dus 7,8 mensen, hè? Dit zijn de mensen. Zo. En 8% van die mensen hebben dus blauwe ogen. Nou, als ik dan die 7,5 miljard, hè, dus 7, 5 met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is iedereen bij elkaar. Als ik dat ga delen door 100, heb ik 1%. En ga ik dat vermenigvuldigen met 8, dan heb ik dus die 8%. Nou, dat typ ik in mijn rekenmachine. 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delen door 100. En keer 8. En dan komt het bij mij uit 600 miljoen. Dus 600 miljoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mensen hebben, hebben met een extra B blauwe ogen. Nou, gaan we kijken of dat het antwoord is. En de CITO zegt het volgende. Die maken een verhoudingstabelletje. Die schrijven de 7,5 miljard helemaal ook uit. Dat is 100%. Nou, dan gaan we delen door 100. Dan hebben we dus 1%. Maar uiteindelijk wil ik vermenigvuldigen met 8. Ja, dus dan hebben we 8%. En dan kom je uit op 600 miljoen mensen. Ja? Daaronder staat eigenlijk bijna exact hetzelfde. 7,5 miljard is ook wel 7500 miljoen. We gaan eerst 1% uitrekenen, dat is 75 miljoen. En als je dan 8% hebt, vind je het veel met 8. Oké, nou, de volledige punten zijn alweer binnen. Dan gaan we naar opgave 20. En opgave 20, zo, zeggen ze, van de 17 miljoen Nederlanders zijn er 7,3 miljoen mensen bijziend. Zij kunnen niet goed in de verte zien. Neem aan dat deze verhouding bijziende voor de hele bevolking, wereldbevolking van 7,5 miljard mensen geldt. Bereken hoeveel mensen op de wereld dan bijziend zijn en schrijf je berekening op en geef je antwoord in een wetenschappelijke notatie en rond af op 1 decimaal. Oké, nou. 3 punten kunnen we hiervoor vinden. Dus ze zeggen in eerste instantie van de 17 miljoen Nederlanders zijn er 7,3 miljoen bijziend. Nou, ik zou deze vraag aan de hand van een verhoudingstabel neerzetten. Dus ik zeg het aantal mensen en bijziend. Bijziend. Zo. Want de juiste verhouding hoort daar namelijk bij. Er wordt namelijk gezegd 17 miljoen, 17 met 6 nullen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoort er 7,3 miljoen bijziende. He, dus die verhouding moeten we houden. Dus 7,3 miljoen wilde zeggen nog 5 nullen. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. En uiteindelijk wil ik,
En daarom werkt zo'n verhoudingstabel heel goed. Ze zeggen, in totaal zijn er 7,5 miljard. Nou, daarboven had ik al gezegd, 7,5 miljard is dus 7, 5 met 8 nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Even kijken of ik hier wel de goede... Ja, dat is goed. En ik wil weten, daar hoeveel bijziende hoort aan daarbij. Nou, deze verhoudingstabel kan je dus helpen. Want ik wil eerst naar 1 gaan. Van 17 miljoen naar 1. Delen door 17 miljoen. Miljoen. Zo. En daar ga ik vermenigvuldigen met 7,5 miljard. Ja, nou en alles wat ik boven doe, doe ik beneden ook. Dus hier delen door 17 miljoen. Dan komt daar een tussenantwoord uit. Ja, dat hoef ik niet per se te weten. En daarna ga ik het vermenigvuldigen met 7,5 miljard. En dat wil ik wel weten. Dat is mijn antwoord. Dat is mijn vraagteken. Nou, en die berekening die hieronder staat, die ga ik dus intypen in mijn rekenmachine. Dus ik schrijf in mijn rekenmachine 73 miljoen. 7,3 miljoen. Dus 73 met 1, 2, 3, 4, 5 nullen. Zorg er echt voor dat je niet te weinig of niet te veel nullen hebt. Hè? Dat is juist het doel van deze vraag. Ga ik delen door 17 miljoen. Dus 17 met 6 nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan vermenigvuldigen met 7,5 miljard. Oftewel 7, 5 met 8 nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Nou, die ga ik intypen in mijn rekenmachine. 1, 2, 3, 4, 5. Delen door 17 miljoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vermenigvuldigen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, en dan komt er een enorm groot getal uit in mijn rekenmachine. En ik schrijf hem volledig heel even op. Dat komt namelijk uit 3.220.588.588.2.235. Zo. 3.228.588.235. Dat staat in mijn rekenmachine. Nou, en dit getal moet ik in een wetenschappelijke notatie zetten. Nou, de wetenschappelijke notatie is altijd een getal tussen de 1 en de 10. Dus waar ga ik mijn komma ergens neerzetten? Die komma die ga ik dus daar neerzetten. Ja, die richting in. Oké. Okay. Dus ik, want er wordt bij de vraag gezegd, hè, geef je antwoord wetenschappelijke notatie in rondaf 1 decimaal. Dus ik krijg 3,2. Nou heb ik hem afgerond op 1 decimaal. Ja, en omdat het volgende getal weer een 2 is, moet ik hem dus naar beneden afronden. Dus een wetenschappelijke notatie is een getal tussen de 1 en 10. Daarna staat altijd keer 10 tot de macht een getalletje. Nou, en tot de macht, dat getalletje, is het aantal getallen wat achter het getal 3 dus in dit geval staat. Dus ik ga tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Dus tot de macht 9. Nou, en dat zou mijn antwoord moeten zijn bij deze vraag. Ja, dus berekenen hoeveel mensen op de wereld dan bijziend zijn. Ja, 3,2 keer 10 tot de macht 9 ja, mensen. Zijn bijziend. Zo. Nou, gaan we kijken of mijn antwoord goed is, of de CITO dat ook vindt. En die zeggen, nou, die hebben het ook aan de hand van een verhoudingstabel gemaakt. Die hebben het een beetje omgedraaid, dus die hebben de bijziende boven gezet en totaal onder de mensen. Nou ja, dat maakt niks uit in deze. De verhoudingen blijven hetzelfde. En dan uiteindelijk komen ze ook uit op dat hele grote getal 3.220.588.235. En die hebben ze geschreven in een wetenschappelijke notatie. 3,2 keer 10 tot de macht 9. Ja, nou, dus nogmaals, vergeet niet hoe je een wetenschappelijke notatie moet aflezen en juist ook moet maken. Nou, dat was vraag 20. Dan gaan we naar de
volgende vraag. Vraag 21. Gemiddeld knippert een mens overdag elke 6 seconden met zijn ogen. Neem aan dat een Nederlandse man gemiddeld 79 jaar oud wordt en elke nacht 8 uur zijn ogen dicht heeft. Hoe vaak knippert een man dan gemiddeld met zijn ogen in heel zijn leven? Schrijf je berekening op. Oké, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk om dit uit te rekenen. Ja, dus let daar even op. Dus de mogelijkheid die ik opschrijf hoeft niet per se goed te zijn. Maar je komt waarschijnlijk allemaal wel op hetzelfde antwoord uit. Nou, als ik zo'n vraag lees, dan zie ik eigenlijk, hè, het valt mij in ieder geval op, hè, elke nacht 8 uur zijn de ogen dicht. Dus als ik heel even ga kijken van de 24 uur, wil dus zeggen dat ik daar 8 uur vanaf haal. Wil dus zeggen dat 16 uur een mens aan het knipperen is. Nou, en 16 uur, als je gaat kijken naar die 16 uur, ga ik heel even kijken hoeveel seconden zit er nou in 16 uur. Nou, 16 uur ga ik vermenigvuldigen met 16, dan heb ik namelijk het aantal seconden, aantal minuten, ga ik weer vermenigvuldigen met 60, dan krijg ik namelijk mijn aantal minuten. Dus 16 keer 60 keer 60, dat komt uit 57.600 seconden. Ja, en dit is allemaal gebaseerd op één dag. Nou, als ik daar ga kijken, er wordt gezegd, gemiddeld knippert een mens overdag elke 6 seconden. Dan ga ik kijken hoeveel keer knippert dan iemand per dag. Dus die 57.600 ga ik delen door 6. Nou, als ik dat deel door 6, dan wil dat zeggen dat iemand 9.600 keer knippert per dag. Ja? Nou, men wordt gemiddeld 79 jaar oud. Nou, zoveel is het per dag. Dus die 9600 ga ik vermenigvuldigen met 365. Want er zitten 365 dagen in 1 jaar. En ga ik dat weer vermenigvuldigen met 79. Dan heb ik het totale aantal in een heel leven. Dus dat keer 365 en keer 79. Dan kom ik op een heel groot getal uit. 276.816.000 keer. Ja. Dus zoveel keren knippert een mens in zijn hele leven. Ik lees altijd toch nog weer een keer de vraag. Hoe vaak knippert een man dan gemiddeld met zijn ogen in zijn hele leven? Ja, ik heb het denk ik goed. Gaan we kijken naar het antwoord. En het antwoord zegt het volgende. Ik wil deze uitgummen. Die zit een beetje in de weg. Zo. Elke 6 seconden is 10 keer per minuut. Dus hier gaan ze kijken hoeveel is het dan per minuut. Nou, en dan is dat per jaar 3.504.000. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè, dat zit bij ons in dat stukje van 9600 vermenigvuldigd met 365. Ja, dan zitten wij zeg maar in 1, heb je uitgerekend in 1 jaar. En dan ga je dat vermenigvuldigen met 79. Nou, dan hebben zij als antwoord 277 miljoen. Maar we mogen het nauwkeuriger. Daaronder wel belangrijk, hè, er mag met schrikkeljaar gerekend worden. Nou, dat heb ik in deze niet gedaan. Het werd ook niet vermeld in de vraag, dus vandaar. Yes? Nou, dan hebben we deze ook weer goed. Dan gaan we kijken naar de laatste vraag. Voor 3 punten. Van alle mannen is 8% kleurenblind. Bij de vrouwen is dat 1 op de 250. Zijn er naar verhouding meer mannen of vrouwen kleurenblind? Schrijf je berekening op. Oké, nou ja, wat je moet weten bij dit soort vragen, of bij deze vraag, is dat procenten
al een verhouding aangeeft. Hè? Dus procenten geeft de verhouding aan. Dus die van de mannen is al aangegeven 8%. Nou, als we gaan kijken bij de vrouwen, zeggen ze dat 1 op de 250 kleurenblind is. Nou, dat is een verhouding, dus 1 staat op de 250. Maar als ik daar procenten van maak, dan maak ik gebruik van de formule deel gedeeld door geheel keer 100%. Nou, en dan heb ik mijn antwoord. Dus 1 op de 250 vermenigvuldigen met 100. Ga ik uitrekenen in mijn rekenmachine. 250 keer 100. Komt er bij mij uit 0,4%. Nou, dat is dus een stukje minder. Oh, is een 0. 0,4% bij de vrouwen. Nou, dus zijn er in verhouding meer mannen of vrouwen kleurenblind? Dus na verhouding. Oh, ik druk weer ergens op. Zo. Zijn er meer mannen kleurenblind? Ja, zorg ervoor dat je de conclusie niet vergeet, want dat is toch altijd wel even belangrijk. Dus ja, en dan denk ik dat dit al mijn antwoord is, want ja, nogmaals, de mannen hoeven niet uit te rekenen, want die verhouding is al gegeven, 8%. En ik wil eigenlijk weten hoeveel procent is dan bij de vrouwen. Nou, 1 op de 250. Nou, gaan we kijken wat het antwoordboekje zegt. Die zegt dat er verschillende mogelijkheden zijn. Het bovenste wordt er gezegd, eigenlijk de manier hoe ik het hier gedaan heb. Daar zeggen ze 1 op de 250. Ik ga kijken hoeveel dan het horen. Als ik het dan heb in procenten, dat is 0,4% van de vrouwen. Nou, en dat is minder dan 8%, dus naar verhouding meer mannen kleurenblind. Wat je ook kunt zeggen is, we gaan kijken naar die 8% van de mannen, dat is de tweede optie. Ik wil gaan kijken van wat is dan de verhouding als ik ga kijken naar 250 mannen. Nou, dan heb je 20 op de 250, nou en ook dat is weer meer. En optie nummer 3 is 8% betekent 8 op de 100, dat is meer dan 1 op de 250. Nou ja. Op het moment, want er staat een opmerking voor een antwoord zonder berekening of toelichting geen scores met toekennen. En dat is eigenlijk al, vergeet dat alsjeblieft nooit, dat je altijd de weg naar het antwoord wel laat zien. En deze wordt dan ook nog als opmerking ingezet dat je daar geen punten voor krijgt. Dus ga niet alleen een conclusie trekken, want dan krijg je dus gewoon 0 punten. Hier hebben we het dan over verhoudingen, over procenten, en dan zijn er altijd wel meerdere mogelijkheden. Nou, kijk wat voor jou het logisch is. Maar als het goed is, komt het wel op een van deze 4 mogelijkheden terecht. Ja? En dan kom je dus ook tot de juiste, dezelfde conclusie. Dit was het onderwerp over ogen. Nou, mochten er weer vragen of opmerkingen zijn, onduidelijkheden, laat me weten. En dan hebben we nog 1 onderwerp te gaan. Succes!